volgens ons is schrijfse anders dan andere boekjes die, die aanzetten tot creatief schrijven, omdat de, het uitgangspunt sowieso al anders is. Wij gaan uit van tekstsoorten. Leerplan geeft een aantal tekstsoorten. Wij bestrijken daarvan toch wel 80% van die tekstsoorten. Dat is de basis om, om aan de slag te gaan. Dus eerst bestuderen we die tekstsoorten, daarna zetten we de theorie nog eens op een rijtje. Dan krijg je praktische tips, dan krijg je een opdracht. En die opdracht, wij gaan ervan uit dat de opdrachten vrij origineel zijn. We hebben daar tenminste toch naar gestreefd. Kinderen gaan dit absoluut leuk vinden. We zijn daar heilig van overtuigd. Niet alleen omdat de opdrachten, om het voorzichtig te zeggen, niet alledaags zijn. Ze zijn een tikkeltje ondeugend, soms een beetje stout, ze zijn humoristisch. Maar we gaan er ook vanuit dat kinderen dat wat fijn gaan vinden als ze zien dat, dat schrijvers hun begeleiden in het creatieve proces, want dat is het uiteindelijk. Dat de schrijvers duiken ook op met een foto en geven tips doorheen het boekje. De opmaak van het boek is ook heel anders dan een doorsnee leerboek. Het is heel kleurrijk, heel flashy, heel hoe zou ik zeggen, speels. En het zit helemaal in het begeleiden van het creatieve proces dat schrijfster uiteindelijk toch wil zijn. Wat die vier boekjes ook willen bereiken is aangeven dat, dat schrijven een heel interessante bezigheid is. Dat schrijven ook een vak is, maar dat je heel veel met woorden kunt doen. En dat, dat wij als vier begeleiders in dit geval, als vier schrijvers, dat wij schrijven heel erg fijn vinden. Zo fijn zelfs dat we er ons eigen beroep van hebben gemaakt.